Ja, het is echt moeilijk. Ja, het is echt lastig. Wat moet je nu aan op dit moment met het coronavirus? Ja, welke maatregelen zouden nu goed zijn op dit moment? Ja, dat is ja, twijfel. Bij mij ook. Ik weet het gewoon ook even niet. Nee, maar dat is ook niet zo raar dat ik het even niet weet. Want de experts, al die virologen en al die mensen die het allemaal zogenaamd weten, die weten het ook niet altijd even goed. Nee, die twijfelen ook over welke kant moeten we op. Ja, want dan nemen we die maatregel of we gaan die kant op en dan blijkt het niet te werken en dan moet het weer bijgesteld worden. En dat heet dan voortschrijdend inzicht. Het is ontzettend lastig. Dat is wat het is. Want moet het kabinet nu besluiten voor net zulke harde maatregelen als in andere landen? Want hier in Spanje, daar wordt helemaal niet lang over nagedacht. Want hier hebben ze al gelijk, hup, avondklok ingesteld en de groeten. En klaar, het blijft tussen 10 en 11 s'avonds en dus morgens 6, 7 uur blijf je maar lekker binnen. Punt. Klaar. Maar nu is de grote vraag, wat moet Nederland nu? Want Nederland staat nu echt op die splitsing. Moet het nou die kant op of moet het nou die kant op? Dat is, ja, want kijk, je hebt twee keuzes. Je kan zeggen, nou weet je wat we doen? We doen gewoon die lockdown die we nu hebben. Een beetje gedeeltelijke lockdown. En dan rommelen we zo een beetje door. Het gevolg daarvan is, ja vrienden, dan zit je vast met die corona tot aan het voorjaar. Dan zit je tot april, mei, zit je met hetzelfde verhaal. Met geen horeca, geen theaters en die gaan allemaal naar de knoppen en noem het allemaal maar op. Dus ja, dat is dan dat verhaal van gedeeltelijk. Maar je kan ook zeggen, ja, en dat is natuurlijk heel ongemakkelijk en vervelend, we gooien de boel dicht. Totale lockdown. 4 weken lang, iedereen binnen en klaar is Kees. En dan zegt iedereen, ja, maar als je die 4 weken hebt gehad, dan komt het dus niet meer terug. Nee, natuurlijk niet. Zo zit het niet. Dan is het virus nog steeds daar. Alleen, dan zullen we ons gedrag moeten aanpassen. Ja, en dan gaat het werken. En dan zul je zien dat je sneller weer naar je vrij normale leven kan gaan. Ja, want het is heel simpel. Het kan alleen maar van de een op de ander gaan als we bij elkaar en te veel bij elkaar komen. Dus hoe minder we bij elkaar komen en hoe minder wij elkaar opzoeken, hoe minder dat virus de kans krijgt om zich te verspreiden. Zo simpel is het. Hoe eenvoudig kan het zijn? Maar één ding weet ik heel erg zeker. En dat is gewoon 1 en 1 is 2 en 2 en 2 is 4. Hou zoveel mogelijk afstand. En ga niet in ruimte zitten met een slechte ventilatie. Die twee dingen, die moet je zeker niet doen. Mondkapje, hop, kan je nog over nadenken. Hup, maar goed, het helpt. En dan is er nog maar één ding wat het allerbeste helpt. En daar heb je het kabinet en niemand voor nodig. Alleen je eigen verstand. Dat is, ga zo weinig mogelijk de deur uit. Kortom, er is maar één ding wat je moet doen. Blijf thuis! Blijf thuis! Blijf thuis! Ik kan het niet genoeg zeggen! Blijf thuis!